sta hier bij Hotel van Oranje bij Noordwijk. En hier vindt het Artie for Kids Gala plaats. Een initiatief van Infotheek. En hier wordt zoveel mogelijk geld ingezameld voor kinderen wiens ouders weinig geld hebben om hun kinderen te laten sporten. En Artie for Kids regelt dat kinderen wel kunnen sporten. 4 jaar geleden opgericht door mijn man Jordi Kool, vervent sporter. Heeft vroeger zelf ook niet zo makkelijk kunnen sporten. Zijn ouders deden alles aan om dat wel te doen. Maar hij vindt het verschrikkelijk dat er kinderen in Nederland zijn die niet kunnen sporten omdat daar geen geld voor is. Dus vandaar dat hij 4 jaar geleden IT for Kids heeft opgericht. Om aan de hand van oude computeronderdelen geld in te zamelen bij bedrijven. Het bedrijf Infotheek bestaat aanstaande maandag 25 jaar. Kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Met dank aan alle partners en klanten. Dus die zijn hier vanavond om dat feest te vieren. En dat hebben we gekoppeld aan het IT for Kids doel. Infotheek bestaat 25 jaar. Dat is heel bijzonder voor ons. Dus Infotheek is zich daarom verbonden als hoofdsponsor aan dit gala. Maandag zullen we natuurlijk gebak trakteren. We zullen lunch trakteren in alle 17 vestigingen in Europa. Verder zullen we onze klanten in het zonnetje zetten. En de rest van het budget is opgegaan aan het sponsoren van het gala voor het goede doel. Ik zie ons vooral als challengers. Misschien soms een beetje het stoutste jongetje van de klas. We lopen graag voorop. Challengen de bestaande markt, bijvoorbeeld door het aanbieden van onze hardware service propositie. Aanbieden van refurbished hardware, aanbieden van end-of-life hardware. En daarnaast zijn we natuurlijk ook heel trots op onze partners. En ook daar met hen zullen we door blijven gaan. Medewerkers van Infotheek krijgen sowieso elk jaar een dag vrij. Als ze iets voor een goed doel willen doen, kunnen doen, dan krijgen ze een dag daarvoor vrij. Velen helpen ook met schooljudo. Ze gaan een dag mee met Ruben op pad om kinderen te laten judo. We zijn natuurlijk hard groeiend nog steeds. Het helpt als je naam natuurlijk ook opbouwt in de markt. We sponsoren onder andere FC Utrecht. Krijg je ook meer bekendheid door. En ik denk, ja, wat vooral aansprekend is bij ons, wij geven veel geld uit als bedrijf aan studie en opleiding en coaching. De markt is heel erg in beweging, maar dat zullen veel mensen zeggen. Voor ons extra lastig dit jaar met de Brexit en de pond die zakte. Wij hebben natuurlijk een belangrijk deel van onze business ook in Engeland. Dus wij hebben onze business eigenlijk gedivert naar andere markten. Groeien hard in België, in Italië, in Spanje. Opkomst van de hardware as a service gaat nog steeds harder. Daar zul je ons ook al meer op inzetten. Dat deden we eigenlijk altijd al onder de radar vanuit onze rentalbedrijf. Maar nu zul je ons meer hiermee zien adverteren en ook grotere klanten mee binnenhalen. Een van de redenen is steeds meer focus op het hergebruik eigenlijk van gebruikte goederen. Om ook de CO2-uitstoot te reduceren. Andere reden is onder andere doordat heel veel dingen in de cloud zijn, heb je ook niet meer per se het nieuwste van het nieuwste nodig. Je slaat niet meer alle data lokaal op. Verder is het zo dat je ziet toch wel dat mensen op een gegeven moment ook over een hype heen zijn van een bepaald product. Ja, en wat ik ook wel zeg, ja, als je thuis 4 producten hebt en je hebt 4 kinderen en er nog 2 gezinnen zitten met z'n 6 bij wijze van spreken, dan heb je heel veel devices. Dus ook aan de consumentenkant zie je dat steeds meer mensen genoegen nemen met een gebruikproduct, maar nog steeds garantie op zitten en het gewoon doet. Als het een succes is, en dat is het volgens mij tot nu toe, dan weet ik wel zeker dat het volgend jaar weer doet.